middag, avond, ochtend, wanneer je dit ook kijkt. I don't know. Op het moment is het 20 over 7 s'avonds hier. Dus, in ieder geval. Mocht je een dubbelzinnig iets horen, dat is Fran die me napraat. Jullie weten hoe het gaat. Ik ben daar. Francesca is daar. Jullie weten hoe het gaat. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om even een eerste update of zo te geven van de babykamer. I don't know. Ik bedacht het idee en ik denk van, of ik dacht van, nou, dat is misschien wel leuk om te doen. Hij is niet af. Ja, de grote dingen zitten erin. Hij moet alleen nog een beetje opgeleukt worden. Hij moet vooral opgeruimd worden. Maar goed, ik ga hem jullie laten zien. We staan nu in de... Dit is de douche. Haar kamertje, want ja, het is een zij, zoals jullie wel weten. Haar kamertje is dus daar. Oh, overbelichting. Let niet op de spullen die je op de grond of in de vensterbank ziet. Die horen daar niet, dat weet ik. Maar die moet ik nog even opruimen. Shame on me. Sorry voor het feit trouwens dat ik zonder make-up ben. Maar het is maandag. Het is mijn vrije dag. Ik had geen zin om make-up op te doen. Dus dat. In ieder geval, we gaan even naar binnen lopen. Als je binnenloopt is dit de kamer. Hier, op die muur, die ga ik niet al te veel filmen. Waarom? Daar is Francesca. Ja, want daar is haar naam. En die gaan we natuurlijk nog even geheim houden. Hier liggen spullen die hier niet horen. Dus die gaan binnenkort weg. In ieder geval, aan deze kant heb je dus hierboven haar naam. Met hele leuke wolkjes. Maar ja, ook die ga ik je dan even niet showen. Want ja, dat willen we gewoon geheim houden. Het spijt me voor dit, maar ja. Hè. In ieder geval, haar bedje. Ik heb er een zo'n... dit is van dat... Francesca, pas op. Dit is van dat... Ja, hoe noem je dit? Ik ga het je even gewoon showen, want dat is misschien makkelijker. Het is zeg maar dit gewoon... Afdekfolie. Zo heet het. Het is puur eigenlijk gewoon afdekfolie. Waarom? Ik wil niet dat het gaat... Zeg maar niet dat het stoffig wordt. Dus, in ieder geval. Haar bedje. Dit is het bedje wat we ook hadden voor Fran. Dit is de Hensvik. Hensvik. Ik kan dit niet uitspreken, jongens. Van de Ikea. En die hebben we dus nu weer. Ja, oké. Dit moet hier weg. Let daar niet op. Dit hier moet allemaal weg. We hebben het verschil met Franny is... laten we daar even mee beginnen. Het grote verschil met Franny is dat met Fran woonden we nog bij mijn schoonouders in. Dus sliep ze bij ons op de kamer, op de slaapkamer. Waardoor we niet echt een gigantische ruimte hadden om te zeggen van nou, weet je, we doen en een nieuwe kledingkast en een commodekast en weet ik veel allemaal. En dat kunnen we nu met dit kindje natuurlijk wel doen. Dus vandaar, we hadden het bedje al en ik wou gewoon heel graag de lijn verder uitbreiden die er al was. En dat resulteert dus in de Hensvik-lijn. Ik hou de camera even zo, want anders gaan jullie... Oei, anders gaan jullie de naam zien. Even kijken. Dit is in ieder geval de garderobekast. Dit hierbovenop is haar stoeltje, haar wipstoeltje. Gelijk, waarschijnlijk zul je wel denken van... Maar heb je die niet van Franny nog? Francesca? Dankjewel. Tetter. Heb je die niet van Franny nog? Nee, die hebben we toen verkocht. Dus we hebben een nieuwe gekocht. Dit is in ieder geval de garderobekast van de Hensvik. Met een heleboel kleedjes. Een heleboel kleedjes. Als jullie hier een tour van willen zien. Kun jij heel eventjes iets anders gaan doen. Dank je. Ze vindt het zo. En ze is zo enthousiast hierover. En dat is eigenlijk alleen maar goed. Francesca, dank je. Als jullie hier een video van willen zien, een aparte video van wat hebben we nu. Want ik heb jullie wel wat laten zien. Dingen zul je misschien wel herkennen uit mijn 15 weken update. Maar we hebben er ook nieuwe dingen bij. En misschien denk je van nou, dat wil ik wel eigenlijk in een aparte video zien. Dan moet je me dat even laten weten. Maar in ieder geval, dit is haar garderobekast. Hier komen kleedjes in. We hebben... Dit hele mooie praktische ding. En dat is eigenlijk praktisch dat. En dat is niet meer dan een luieremmer. En dat is eigenlijk wel heel erg prettig. Met Francesca hadden we er ook één. En dat vonden we eigenlijk wel heel erg prettig. Want je hoeft dan niet constant naar beneden. En ik denk niet dat je daar zin in hebt. Eigenlijk weet ik wel zeker dat ik daar geen zin in heb. Dus ja. Dan, ook van de Hensvik-lijn, de commodekast. En deze commodekast, dit is een extra opzetstuk. Die kun je er uiteindelijk afschroeven weer. En dan heb je gewoon een leuke open kast om bijvoorbeeld boekjes en speelgoed en weet ik veel wat erin kwijt te kunnen. Mijn voedingskussen ligt er op dit moment even op. En dit is onze nieuwe aankleedkussen. Die hadden we ook niet meer van Franny. Heel veel dingen hadden wij niet meer van mandjes en dat soort dingen in. En dit zijn de navullingen voor dat ding. En hieronder zitten nog wat dingen. Nog wat mandjes die ik wil gaan opvullen met luiers en weet ik veel wat soort dingen. Nu zitten haar flesjes en zo er alvast in. Gewoon om alvast... Draaien. Gewoon om alvast de boel een beetje bij elkaar te hebben. Want ik had op een gegeven moment... We wisten natuurlijk, kijk, dit is de enige slaapkamer die erover is. Dus we wisten dat dit haar slaapkamer zou worden. Dat is op zich nog niet zo'n heel grote ramp. Maar ik had op een gegeven moment alles op elkaar gestapeld, weet je wel. En in dozen. En nou, daar hou ik gewoon niet zo van. Dus ik zei al van, nou weet je, dan zetten we de boel in elkaar alvast. En dan kan ik het zo een beetje opbergen. Vooral de kleedjes, die moeten nog allemaal gewassen worden, weet ik veel allemaal. Maar dan heb ik ze alvast bij elkaar. Ja. Ik zou jullie heel graag de wolkjes willen laten zien. Maar die zitten zo dicht geplakt op haar naam. Zo dicht, ja, dicht op haar naam geplakt. Dat ik dat niet voor elkaar krijg. Misschien gaat het me lukken. Ik ga eens even proberen. Om jullie een deel van... Kijk. Dat kan ik jullie wel laten zien. Ik kan niet verder naar rechts. Zo. Dit zijn in ieder geval de wolkjes. En die zitten helemaal om haar naam heen. We wilden gewoon... Ik had het al voor ogen van dat ik dat graag wou. En we willen graag een beetje het wolkjesthema aanhouden. Dit keer. Ik ben gek op wolkjes. Ik hou van wolkjes. Ik weet niet, ik vind het zo schattig. Ik ook. Ik vind het zo'n schattig idee. Wolkjes in een babykamer. Ik mag. Hoi. Ik ook. In ieder geval. Dit is het voor nu. Dit is de update voor nu. Laat me dus even weten of je een video wil van haar kleedjes en dingen. Als je denkt van ik vind het leuk om te zien in detail wat je allemaal hebt. Dan moet je me even laten weten. Dan kan ik daar een video van maken. Ook wil ik een oproepje doen. Ik ga even de deur open doen. Want het is ontzettend warm. Wil ik een oproepje doen voor een Q&A. Ik had de vorige had ik ook gezegd van laat me achter. En dat is een beetje doorgeschoten. Maar misschien heb je nu wat nieuwere vragen. Nu ik halverwege ben dat je denkt van nou goed. Dat wil ik gewoon van je weten. Kun je ook zien dat ik geen vlogger ben. Mijn arm sterft gewoon af. Goed. Laat ze hieronder dan even achter. Laat vragen die je hebt over de... je kan de naam gaan vragen, maar die gaat niet komen. Je kan in ieder geval gewoon random dingen vragen die je wil weten over de zwangerschap. Die moet je me hieronder even laten weten. En dan maak ik daar een aparte video van. Ik hoop dat je het leuk vond. Als de kamer wat meer af is en we wat dichterbij de datum komen dat ze komt. Dan, dan kan ik nog wel een update doen. Maar dan is dit tenminste het begin update. Ja. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. Het spijt me voor het getetter er doorheen. Maar ze is te enthousiast. En ik bedank je voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg! Ik ook.